Door het Roland Holst Fonds kan ik nu wel stellages bouwen van hout. Aan deze kanten. Daarin span ik foto's van wat alle mensen hebben opgestuurd. Dus dat betekent dat het een plek van stilte wordt. Vol met foto's van de stilte. En ook daadwerkelijk een stille expositie. Door mijn vriendschap met Kees de Kort en Gerard van der Leden en Theo Oldhuis en meer oudere kunstenaars uit Bergen heb ik gedacht, wij moeten hun filmen. Zolang ze nog leven, kunnen ze het woord hun verhaal vertellen. En ik ging altijd hier zitten om over onze kerstentuin na te denken met mijn opschrijfboekje. Want door die coronacrisis moest het stuk natuurlijk veranderd worden. Een groot deel van mijn identiteit ligt in Egmond aan Zee. En dat wil ik dan met deze foto's, wil ik dat zichtbaar maken, wil ik dat verbeelden. Het waren allemaal hele kleine tekeningetjes. Je kunt je voorstellen dat je ze niet gewoon kon inlijsten. Je was ook bang dat ze weg zouden waaien als iemand er langs zou lopen. Dus het probleem ontstond van hoe gaan we dat exposeren. Hoe leuk zou het zijn om precies hier in het huisje van de grote meester op zijn vleugel concerten te geven.